trouwens, hij is niet eens geboren in december, dat weten we trouwens ook. Maar voor ons maakt het niet uit, hij is geboren, we gaan het vieren wanneer we het kunnen. In principe zouden we het elke dag moeten vieren. Niet alleen op in december bedoel ik. Maar ik wil, voordat ik begin, zijn er een paar dingen die ik nog even wil zeggen. En ik wil ze elke keer jullie eraan herinneren. Op maandag 12 januari is een gemeente in Israël die wij steunen. De voorganger daar heet Israël Pochtar, heet hij. Zijn kerk heet bij het Hillel, dacht ik. Hij komt hier de 12e. Hij is al een keertje hier geweest, met ons gesproken, dat is een paar jaar geleden. En hij komt weer om 7:30 s'avonds hier op een maandagavond om ons te... Ik zou iedereen willen uitnodigen om te komen. Wat het allemaal in Israël gebeurt. Want er gebeuren hele vreemde dingen in Israël, wanneer het op geloof aankomt. En wat wij ook naartoe werken, is dat als gemeente willen we 2016 naar Israël gaan. Dus ik wil jullie zeggen, begin te sparen voor jullie die mee willen gaan. We gaan het samen doen met de kerk van Mark en Marleen in Gijsenzele, dat is in België. En voor hen die geïnteresseerd zijn. Het is meestal tussen 1100 en 1600, maar dat is alles inbegrepen. En, ik heb een bepaald programma dat ik ook echt wil hebben, omdat wij echt naartoe gaan. We hoeven echt niet geen toeristische dingen te gaan doen in Tel Aviv of wat dan ook niet. Ik wil graag echt we lopen waar Jezus heeft gelopen en zien waar David zijn stenen gooide, waar hij zong, toch? Het is namelijk grappig als je erover nadenkt, want hij schreef heel veel liedjes, toch? En hij gooide ook stenen. Dus in principe was hij de eerste rock musician. Ik wil het vanavond hebben over de geboorte van Koning Liefde. We hebben de laatste tijd hebben we gesproken over liefde en wat dat eigenlijk inhoudt. En dat het niet gewoon zeggen is, ik hou van jou, liefde gaat veel en veel verder. En we hebben het over gehad over wat de Bijbel daarvan zegt dat wij daarmee moeten doen. En ik wil vanavond praten over de geboorte van liefde, want moet niet vergeten, liefde is niet alleen een gevoel of een emotie, het is een persoon, nietwaar? Maar de Bijbel zegt, God is liefde, 1 Johannes hoofdstuk 4. Laten we even bidden. Heer Jezus, ik dank u voor deze avond. Ik dank u dat wij allemaal zijn gekomen om u te eren hier vanavond. En ik vraag ook, Heer Jezus, dat u ons helpt om u te zien door dit alles heen. Wat er ook in deze wereld gebeurt, zoals iemand eens heeft gezegd. Als er geen weg uit is, is er altijd een weg omhoog. Wij danken u daarvoor, Jezus naam. Amen. Ik ga wat tekst opzoeken. Als jullie Bijbel hebben, is goed, maar hoeft niet. Misschien kunnen jullie gewoon vanavond eventjes luisteren. En als jullie tekst willen hebben, kom naar me toe en dan krijg je ze allemaal van me. Of ik e-mail het allemaal naar jullie. In Johannes hoofdstuk 3 kennen we allemaal die beroemde tekst van Johannes over de 3:16. Maar ik lees vanaf hoofdstuk 14. Want de Bijbel vertelt ons ook precies waarom God zijn zoon gestuurd heeft. Nietwaar? En er staat hier, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft het eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Ik weet dat u die tekst nemen apart. Iedereen praat over Johannes 3:16. Maar vaak moeten we ook naar die tekst voorkrijgen. Want vooral van het standpunt uit dat we zo'n verbindingswoord hebben als want. Het begint met want. Dus dat betekent wat er voordien gezegd is, ook belangrijk is. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd. U kent allemaal het verhaal. De mensen hadden tegen God gezondigd. Wat heeft God toen gedaan? Hij heeft zo'n slangen onder ze gestuurd. En toen heeft hij tegen Mozes gezegd, laat een koperen slang maken. Slang gemaakt en op een stok. En iedereen die naar die slang keek, werd behouden. En daarom zegt hij, dus net zoals die slang verhoogd is geworden, zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Met andere woorden, zodat Jezus hing aan het kruis. Als we naar Jezus kijken, zijn we gered. In principe, dat is eigenlijk wat waar de Bijbel het over heeft. Dan zegt hij, wel als dat het geval is, hij zegt, waarom is dat gedaan? Omdat God de wereld heeft lief gehad, heeft hij zijn zoon gestuurd. En ieder die hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Want, de volgende vers zegt ook weer, want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar dat de wereld erop behouden wordt. God heeft Jezus niet gestuurd om te oordelen. Hij heeft hem gestuurd om de mens te redden. Wat ik ook zo mooi vind, als we kijken naar Genesis hoofdstuk 3, zei, het moment dat de mens gezondigd had tegen God, heeft hij direct de uitweg gebaand voor hen. En hij zei tegen de Heer, zei tegen de slang in vers 14, opdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan, stof zult gij eten, zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. En deze zal u de kop vermorselen en gij zult zijn hiel vermorselen. Dus op het moment dat de mens zondigt, heeft God direct de uitweg gebaand.
heeft niet gewacht. Hij heeft direct de uitweg met haar. Hij zegt, ik kom zelf om de mens te verlossen. Wat er ook zo een hele mooie tekst is, in Galaten 4 vers 4 en 5 staat, hè. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, omdat wij het recht van zoden zouden verkrijgen. Zat toen in de volheid des tijds, heeft God zijn zoon gestuurd. Dus tamelijk interessant. Ik heb het al een paar keer daarover gehad, maar ik denk dat het ook vanavond een belangrijk onderdeel is. In de volheid des tijds. Waarom was het de volheid des tijds? Want ze wisten wanneer hij kwam. Dat heb je al gezien, hè? Daar heb ik al verschillende keren over gesproken. Zoals er staat in hoofdstuk 9 van Daniel. Waar God heeft gezegd, totdat, van het moment dat het bericht uit was gegeven, totdat de gezalfde komt, is 62 maal 7. Want niet vergeten, er staan de 70 weken van Daniel. Niet waar? Maar het Hebreeuwse woord voor 7, Sheva, betekent ook, wordt ook gebruikt voor week. En dus daarom toen die, zou zeggen, de wijzen uit het oosten kwamen, en ze kwamen daaraan, toen zeiden ze, waar is hij die geboren is de koning der Joden? Ja, zoals ik vaker heb gezegd, niemand wordt geboren als een koning. Hij is de enige die ooit geboren, die wordt geboren als kroonprins of kroonprinses, maar hij wordt niet geboren als koning. Hij wel. Waar is hij geboren, die geboren is de koning of der Joden? En toen heeft Herodes al die mensen vergaard en al die geleerden en zo. En hij zegt, waar moet hij geboren worden en wanneer? En ze wisten het, ze zagen in Daniel. Deze mannen waren schriftgeleerden. Ze deden niets anders de hele dag dan de Bijbel overschrijven, de Bijbel studeren. Dat deden ze de hele dag. En ze wisten precies wanneer hij geboren moest worden. En toen ze berekenen, zeiden ze ook, nou is de tijd. In de volheid des tijds stond God zijn zoon. Ik heb jullie vaker verteld, misschien herinner je nog. Er zijn vier redenen waarom God Jezus op dat punt is geboren. Om te zeker zijn dat jullie in slaap vallen, weet je nog wat die zijn? En iemand nog? Nee? De eerste is Pax Romana, Romeinse vrede. Dat hele gebied waar in en om Israël was helemaal onder het bestuur van de Romeinen. En de Romeinen hadden een hele strenge hand. Okay? De Romeinen hadden altijd een leger. Romeins gezegd, als je vrede wil hebben, bereid je voor op oorlog. Dus dat hele gebied was onder vrede. Ten tweede, ze hadden wat we noemen lingua franca. Dat betekent in principe wereldtaal. De wereldtaal van die tijd was Grieks. Wel, de Romeinen spraken Latijns uiteraard, maar dat was meer. Maar de Grieks was eigenlijk wat Engels is vandaag. Het was de handelstaal. Ja. Ten derde, de Romeinen waren heel goed in heel verschillende dingen, maar ze waren heel goed in wat? Sorry? Wegenbouwen. Ze hadden een systeem dat door het hele Rijk ging en ze konden zelf op één dag, dus hadden ze een soort Pony Express, ze konden ongeveer 350 kilometer afleggen in één dag met paarden, een paardensysteem. Okay. Dus met andere woorden, als je het evangelie wil verspreiden, moet je goede wegen hebben. Moet er geen oorlogen zijn zodat je gedood wordt als je op reisde. Maar de wegen waren in principe vaak beschermd door de Romeinse soldaten. En ze spraken allemaal dezelfde taal. Dus het was makkelijker met de mensen te praten. Want je ging ergens naartoe. Oké, dan had je de mensen die van een ander volk of zo. Maar ze spraken allemaal Grieks. Want ze moesten kunnen handelen. Net zoals vandaag. Als je naar China wil gaan en je bent Duits. In welke taal doe je het? Engels, waar of niet? Daarom is het Nieuwe Testament helemaal in het Grieks. Zodat het iedereen kon bereiken. De vierde reden waarom hij het op dat punt heeft gedaan, is dat als je kijkt naar de tijd, dat ongeveer 4000 jaar geleden, is de tijd van Abraham, woonde er op de wereld, op de hele wereld, 100 miljoen mensen. 100 miljoen, ja. Daarom denken mensen denken altijd dat in de tijd van Noach er een klein dorpje was van mensen die verdronken. Er waren miljoenen mensen op de wereld toen de tijd. Dat was 1700 jaar van de schepping tot de vloed. Ze waren heel wat mensen, ze werden niet ziek, ze leefden lang. Ze werden praktisch niet ziek. Ja, er waren miljoenen mensen. En maar 8 zijn gered. Hè? In de tijd van Jezus waren er ongeveer 200 miljoen mensen op de aarde. In 1850, 1865 is de bevolking van de wereld gegroeid naar 1 miljard. Binnen 150 jaar zijn we nu 7 miljard mensen. Okay, dan komt natuurlijk ook dat we een heleboel ziektes hebben overwonnen enzovoort. Toch? Niet door oorlogen, maar goed. Begrijp je wat ik bedoel? Dat vierde reden is dat 90% van alle mensen die ooit hebben geleefd op deze aarde leven op het ogenblik. Dus als je zoveel mogelijk mensen wil bereiken met de evangelie, wanneer doe je? Je stuurt hem op dat punt. God doet nooit zomaar iets. In de volheid des tijds. Hij is op dat punt gekomen, zodat zoveel mogelijk mensen het evangelie kunnen horen. Maar Jezus is ook gekomen en wat hij gedaan heeft, Matteüs hoofdstuk 9. We gaan naar wat dingen kijken. Wat ik zo ontzettend mooi vind, is dat Jezus, deze koning liefde, hij is niet alleen de koning van liefde, hij heet ook liefde, dat begrijpen jullie, hè? Hij heet liefde, want God is liefde. Dus liefde is niet alleen een gevoel of een emotie, het is een persoon. En wat doet hij? Zoals we afgelopen zondag hebben gezegd, iedereen handelt naar zijn aard.
Jezus is gekomen voor ons te sterven, omdat hij liefde is. Hij wil in onze plaats sterven. En dan zie je ook die houding, overal waar hij naartoe ging, zegt de Bijbel telkens weer. En Jezus ging alle, vers 35, Jezus ging alle steden en dorpen langs, leerde in hun synagogen, verkondigde het evangelie. Wat betekent evangelie weer? Want we lezen er makkelijk op, wat betekent evangelie weer? Ja, goed nieuws, blijde boodschap. Dus hij verkondigde het goede nieuws, de blijde boodschap van het koninkrijk, genas alle ziekte en alle kwaal. En toen hij de schare zag, werd hij met ontferming over hen bewogen. Daar zij voortgejaagd en afgemat waren als schapen die geen herder hadden. En toen zeide hij tot zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Maar hij was met ontferming bewogen. Telkens weer ontferming. Trouwens, weten jullie wel wat ontferming betekent? Wat is ontferming? Het Engelse woord is compassion. Het zegt, ja, het is compassion. Ontferming, dus ik heb het opgezocht, zodat ik het echt goed door kon geven. Ontferming is een gevoel van diepe sympathie en droefheid voor een ander die getroffen is door ongeluk. En dat gaat gepaard met een sterk verlangen om het lijden te verlichten. Dat is liefde, maar of niet? Ja, nog een keer. Ontferming is een diep gevoel van sympathie en droefheid voor een ander die getroffen is door ongeluk. En dat gevoel gaat gepaard met een sterk verlangen om het lijden te verlichten. Dus niet alleen dat je sympathie voelt, maar je wil ook wat eraan doen. Pardon? Ja, meeleven, ja, precies. Maar je doet er ook maar twee. Ik kan met je meeleven, maar niets eraan doen. Dat is ontferming. Ja? Dus hij zag dat en hij was met ontferming bogen. Matthäus 14, vers 13 tot 21 staat. Hè? Toen Jezus dit hoorde, trak hij zich vandaar in een schip terug naar een eenzame plaats alleen. Toen de scharen dit hoorden, volgden ze hem te voet uit de steden. En toen hij uit het schip ging, zag hij een grote schare en werd met ontferming over hen bewogen. En genas hun zieken. Ja? Telkens weer. En hij voedde ze, hij gaf ze te eten. Matthäus 15, vers 32. Maar Jezus riep zijn discipelen tot zich en zeide, ik heb medelijden met de scharen, want ze zijn nu reeds 3 dagen bij mij gebleven en hebben niets te eten. En zonder voedsel wegzenden wil ik hen niet. Ze mochten eens onderweg bezwijken. Ontferming. Ja? Koning van liefde. Matthäus hoofdstuk 20, vers 29 tot 34. Toen hij uit Jericho gingen, volgde hem een grote schare. En zie, 2 blinden die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus voorbij ging, zeggende, Heer, heb medelijden met ons zoon van David. En de schare bestrafte hen dat zij zwijgen zouden. Maar zij riepen te meer, zeggende, Heer, heb medelijden met ons zoon van David. En Jezus stond stil, riep hen en zeide, wat wilt gij dat ik voor u zal doen? En zij zeiden tot hem, Heere, dat onze ogen geopend worden. Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan en gestort werden zij ziende en zij volgden hem. Maar hebben jullie het contrast gehoord? Want er staat hier, ze begonnen te roepen en te roepen en te roepen. En wat deden de mensen die langs de weg waren? En de scharen bestraften hen dat zij zwijgen zouden. Dat is niet echt ontferming. Ja? Markus hoofdstuk 1 vers 40 zegt, en een melaatse kwam tot hem die voor hem op de knieën viel en smeekte tot hem en zeide, indien gij wilt, kunt gij mij reinigen. En met barmhartigheid bewogen, strekte hij zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem, ik wil het, word rein. En terstond verliet hem de melaatsheid en hij werd rein. En jullie begrijpen ook wel, in die tijd natuurlijk, als je melaats was je buiten gesloten. Niemand raakte je aan, want als jij die persoon aanraakte, was je ook onrein. En dan raakte niemand jou meer aan, werd je buiten gesloten. Dus mijn laatste persoon aanraken deed je niet. Ze hadden zelf ratels waarmee ze liepen. En dan liepen ze mee rond, zodat niemand in hun buurt kwam. Dat ze niet per ongeluk tegen ze aankwamen, dan waren ze onrein. En dan kon je misschien die ziekte ook krijgen, daar waren ze ook bang voor. Maar hij raakte ze aan. Kon hem niet schelen, zie je niet? Koning liefde, kon hem niet schelen, hij raakte ze aan. Want voor Jezus is het niet belangrijk zijn houding of wat mensen van hem denken. Maar voor Jezus is het belangrijkste. Nou, ik zeg het verkeerd, voor Jezus zijn wij het belangrijkste. In Markus hoofdstuk 8, ook weer zo'n geval waar hij al de scharen bijeenkwam. En hij riep zijn discipelen en ze hadden niets te eten. En hij riep zijn discipelen en hij zegt, ik heb medelijden met de scharen, want zij ook 3 dagen met mij. Hij zegt het ook weer hier. Weet wat zo mooi is hiervan, is dat die scharen was bijeen, nietwaar? En zij volgden hem. Maar weet je wat het mooiste hiervan was? Is dat Jezus zegt hier, herinner je dat hij zegt, maak geen zorgen wat je zal eten, wat je zal drinken, wat je zal kleden, of waar je zal wonen. Hier past hij het toe. Zie je? Hij kon hebben gezegd, oké, dus jullie volgen mij, dus jullie verantwoordelijkheid om genoeg eten mee te nemen. Dat zegt hij hier niet. Als jij hem volgt, zorgt hij voor jou. Ze volgden hem, toch? Dus hij zorgde voor ze. Ik
koning liefde. En een van de mooiste verhalen van de Bijbel, in Lucas hoofdstuk 15, ik lees vanaf vers 11. En hij zeide, iemand had twee zonen. De jongste van hen zeide tot zijn vader, vader, geef mij een deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En enige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden. Dus hij zette alles om, hij verkocht alles zodat hij het in geld had, makkelijk mee te nemen. En ging op reis naar een ver land waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. Dus met andere woorden, hij deed alles dat niet gedaan mocht worden. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij trok erop uit en drong aan om een der burgers van het land die hem zond in het veld om zijn varkens te hoeden. Niet vergeten, je praat hier tot Joden. Ja, en Joden hebben geen varkens. Mochten ze niet eten. Die hoeden ze ook niet. Dus met andere woorden, wat ze hier vertellen, is dat hij ontzettend laag was gevallen. Heel diep was gevallen. En vers 16, hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezonden tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk aan een uur dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. Daar heb je het weer. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals, kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot de slaven, breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan en doe hem een ring om zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haal het gemest kalf en slacht het en laten wij een feestmaal hebben. Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen feest te vieren. We begrijpen natuurlijk dat hier Jezus praat over hen die van hem weg zijn gegaan. Want we behoren God allemaal toe. En het mooie van dit verhaal is natuurlijk dat die wij zijn van hem weggegaan. Die jongen is hier van die vader weggegaan. En er staat hier, hij heeft natuurlijk al een heel verhaal klaar en hij komt daar zo en er staat toen hij nog veraf was. Dus elke dag ging die vader naar de weg kijken, hopende dat hij terugkwam. Ja, ik zeg, God is niet opdringerig. God laat je nooit iets doen tegen je wil. Hij maakt je gewillig om te gaan. Hij forceert je nooit om iets te doen. Hij maakt je gewillig om te gaan. Zoals ik vaker zeg, je zit thuis en het is lekker warm. Zo, Heer, zeg, ik wil dat je naar buiten gaat en dat evangeliseert, maar het is koud, het is buiten. Hij zet het huis in brand. En ik ben blij dat je eruit komt. Dus hij forceert je niet om het huis uit te gaan. Maakt je wel gewillig om te gaan. Oké? Nou, het zegt hier. Toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. Die liefde kwam straalde van hem uit. En hij viel hem om de hals en kuste hem. En die jongen zegt tegen zijn vader, ik heb gezondigd. Ik ben niet meer waard, uw zoon. Laat mij een van uw slaven zijn. En het mooie van dit verhaal is, heb je het verhaal vaker gelezen? Hij praat niet eens tot die jongen. Het staat hier. En hij zegt, ik ben niet waardig uw zoon te heten. Maar de vader zei tot de slaaf, hij sprak niet eens tot de jongen. Hij keek naar de slaaf en zegt, hey, breng het beste, geef hem dit, geef hem dat. Hij luisterde niet eens naar hem. Kon hem niet schelen. Weet je wat het hier mooie van hiervan was? Geen verwijt. God maakt geen verwijt. Weet je waarom hij geen verwijt maakt? Want het kan God niet schelen waar je vandaan komt. Het kan hem wel schelen waar je naartoe gaat. Hij was met ontferming bewogen. Nou, daarom kregen we ook van God te horen het volgende. In Filippenzen hoofdstuk 2 zijn teksten die ik al vaker heb aangehaald. Maar die belangrijk zijn voor ons als het kerstfeest vierende, de komst van Jezus vierende. Filippenzen hoofdstuk 2 en ik lees vanaf vers 1 en zegt, indien u enige bemoediging heeft aan het verenigd zijn met Christus, indien er enige bemoediging is van zijn liefde, indien er enige gemeenschap is met de geest, indien er enige tederheid en ontferming is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één van streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejaag, doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. En de ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid, die houding, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Dit was allemaal in Christus Jezus. Dat hij achtte ons veel hoger dan zichzelf. God heeft zijn zoon gestuurd, omdat wij veel belangrijker waren dan Jezus. Eén keer moest God tussen mij kiezen en zijn eigen zoon. En heeft mij gekozen. Ik leef nog. Hij moest sterven. God hield meer van ons dan hij van Jezus hield. Op dat punt. Waar of niet? En Jezus hield meer van ons dan van zichzelf. Want hij heeft zichzelf opgeofferd voor ons. Koning liefde. Jacobus 5 vers 11. Het einde van het vers zegt. De Heer is rijk aan barmhartigheid en ontferming. En wat zegt Romeinen 8 vers 32? Ook een ontzettend mooie tekst. Die ons wil aanmoedigen.
Vaak hebben wij problemen waarmee wij kampen, waarmee wij problemen en dingen die er allemaal gebeuren. Maar je moet niet vergeten, God is daar met ons. Jullie kennen het verhaal toch van die man die een keer droomde dat hij op het strand liep, toch? En jij zag die voetstappen en Jezus liep naast hem. Op een gegeven moment, maar twee voetstappen en dan later weer en toen twee voetstappen en dan weer één voetstap. En op een gegeven moment keek hij en hij zegt, Heer, wat ik merkte is dat die keren dat ik maar één set voetstappen zag, waren de tijden dat ik het moeiste in mijn leven had. En de Heer zegt, hoe komt dat? Waarom heeft u mij verlaten? Hij zegt, ik wil dat je dit weet, is dat toen je die ene set voetstappen zag, was toen ik je droeg. Hij draagt ons. We gaan nooit door problemen alleen. Hij draagt ons. Want er staat in Romeinen 8 vers 32, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Dit is eigenlijk tussen aanhalingstekens een overdrijving. Waarom? Want als we Jezus hebben gehad, hebben we in principe alles al gehad. Er valt niets meer te geven. Maar God vindt altijd meer iets te geven. Waar of niet? De Romeinen 8 vers 37 en 39 zegt, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog eender ander schepsels ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus onze Heer is. Ik kan niet dieper gaan. En mijn laatste tekst. Mogen de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen zijn. Ik hoop dat wij mogen leren uit dit alles en Gods woord kijken, dat wij zien dat er niemand is die meer van jou gaat houden dan de Heer Jezus. Ik weet, we hebben onze kinderen. Ja, ik vertel het vaker hier, die jongens vinden niet leuk dat ik het doe. Maar ik heb pas begrepen wat liefde is. De eerste keer heb ik pas begrepen wat liefde echt betekende en wat het allemaal inhield. Dat was op 24 april 1993. De tweede keer toen ik het begreep was 17 mei 1995. Dat zijn de verjaardags van mijn zoons. Toen pas heb ik het echt begrepen wat liefde betekende. En toen heb ik ook één ding begrepen wat tamelijk interessant was. En dat is, als ik kwaad werd vroeger op iemand of wat bedrijf had enzovoort, dan ging de liefde die ik voor ze voelde omlaag. Maar het was grappig, met mijn zoons, wat ze ook niet deden, die liefde ging niet omlaag. Hoe boos ik ook niet op ze was, het ging niet omlaag. En toen begon ik te begrijpen hoe God mij kan liefhebben wanneer ik iets verkeerds doe. Het ging niet omlaag. Want zelf wanneer ik heel erg boos op ze was, ze waren heel erg ongehoorzaam, of ze hadden iets gedaan, niet wou, terwijl ik boos op ze was, voelde ik die liefde voor ze. Het ging niet omlaag. Nou begrijp ik God. Het is echt ontzettend mooi hoe hij dat doet. En weet je wat het mooie is? We hebben onze kinderen, we hebben onze vrouw, we hebben onze moeder enzovoort. En ik denk aan mijn moeder natuurlijk, die wiens lampje langzamer maar zeker uitgaat. En trouwens, mijn moeder herinnert ons eraan. Ze is 94. Maar vannacht is het precies 90 jaar geleden dat haar moeder stierf. En ze herinnert ons eraan. Ze was 4 jaar oud, maar ze herinnert zich nog. En het is, als ik kijk naar hoe wij naar deze mensen kijken en hoeveel we van ze houden. Maar wij hebben ze van Jezus gehad. En hij houdt veel meer van hen dan wij dat ooit zullen kunnen doen. Want ik ben niet voor moeder gestorven voor mijn zoons. Maar Jezus wel. Heer, ik bid dat u ons vanavond helpt om u beter te leren kennen. Want uw naam is liefde. Uw naam is waarheid. Uw naam is goedheid. Uw naam is ontferming. Wij danken u voor wie u bent. En we bidden dat wij dichter naar u mogen toegroeien. Ik bid een zegening over ieder hier die u niet kent. Dat ze u mogen leren kennen. Voor wie u bent. De liefdevolle Zoon van God, de redder van deze wereld, de redder van ieder mens. Dank u daarvoor, Vader God. En ik dank u en ik geloof ook dat u God terugkomt voor ons. Wij zegenen, ik vraag een zegening over en ieder hier vanavond. In Jezus' naam, amen. Wilt u gaan staan voor de zegening?